plaatwerkerij. Rover P4 staat klaar om op het spit te gaan. En dan wordt hij helemaal gestraald. We hebben hier een Rover P5. Daar zijn we de achterzijde van het restaureren. We hebben een origineel achterscherm gemonteerd. Nieuw. We hebben een heel mooi scherm. Origineel voor linksachter. We hebben de nader gecontroleerd. Van de achterportieren. Super belangrijk voordat je begint aan de draagconstructie achter. Deze auto is absoluut niet vervormd. Dus dat is altijd een meevaller. Dan hoef je ook niets te verbeteren. Dan hebben we hier een classic achter de zeilen. Softdash. Dan zijn we de hele carrosserie van in elkaar aan het zetten. Het dak zit er nu ook op. En de upper tailgate. En het wordt een Brooklands uitvoering. Hier een overdekte trailer. Dit is de draad van de benzinepomp. Maar op dit moment een Jaguar XJS V12 in staat. Niet te hard. En hij komt nu de trailer uit. Kom maar, heel rustig. Rustig. Ja, gaat perfect. Geweldig. Een auto wordt dus helemaal droog vervoerd. Ook al is het een regenachtige dag. Oké. Jaguar V12 XJS. In de plaatwerkerij, vol laswerk, linksachter, onderzijde. 300 pk, motor en remmen zijn gedaan. En is nu hier vol laswerk. Prachtig.